Hoi allemaal, super dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Hier zit een hond. En ik heb hier ook nog een puppy. Maar die loopt nou weg. Maar in ieder geval, dus die zijn het liggen heten bij me. En ik ben benieuwd hoe jullie de nieuwe achtergrond vinden. Ik heb gewoon op mijn tv de open haard aangezet. En ja, jij wil famous worden, hè? Jij wil famous worden. Vandaag heb ik een hele leuke nieuwe video voor jullie. Want vandaag ga ik vertellen hoe mijn rijlessen zijn gelopen. Want zoals sommigen van jullie misschien wel weten, ik ben geslaagd en heb dus eindelijk mijn rijbewijs gehaald. Oh jongens. En ik heb daar ongeveer 11 maanden over gedaan. 10 à 11 maanden heb ik erover gedaan. Ik begon vorig jaar november of zoiets. Dus ja, nu heb ik hem eindelijk gehaald. Vandaag ga ik jullie door de hele story hoe ik uiteindelijk zover ben gekomen dat ik hem gehaald heb. Hoeveel rijles ik heb gehad, hoe vaak ik erover heb gedaan om te slagen en hoe vaak ik over mijn theorie heb gedaan. Als je het op de achtergrond hoort, dat is mijn pa of mijn broertje of mijn hondjes. Dus die zijn er ook aanwezig. Allereerst, ik heb gelest bij Willem Verboon en ik heb daar ongeveer 30 lessen gehad voordat ik de eerste keer opging. En in het begin, ik heb daar ook een video over gemaakt, kun je zien in het i'tje hierboven. En in het begin was het zo dat het ging best wel, ja, het ging redelijk. Voor mijn gevoel vond ik het niet echt top gaan, maar ja, voor zeg maar je eerste paar lessen ging het redelijk, vond ik. En op een gegeven moment na een paar lessen was het dus tijd om op te gaan voor mijn theorie. En je theorie zelf ben ik meer, ik vind zelf dat ik in praktijk veel beter ben dan in theorie, want ik vond theorie best moeilijk. Wat je bij theorie vooral moet leren zijn de borden, voorrangsregels, gewoon al die regeltjes. En je had ook een ander onderdeel wat dan, wat moet je doen, zeg maar remmen, gas loslaten of niks doen, dat je dan moest kiezen. Voor het theorie-examen moet je dus naar het CBR en dat deed ik dus ook. En de eerste twee keer, want de eerste was gezakt, de tweede keer ging ik ook uit de boeken doen. En het licht verandert nu heel erg, dus misschien zie je dat in mijn gezicht. Maar de eerste keer ging ik dus gewoon daar naartoe. De eerste keer weet je sowieso niet wat je moet doen, waar je bent. Ik was daarvoor volgens mij nog nooit bij het CBR geweest, dus ik vond dat best wel apart. Dus je moest naar zo'n kamertje en dan op een soort van tabletje moest je alles aantikken. Nou, de eerste keer was ik volgens mij 4 foutjes gezakt. En want je mag er, je hebt 2 onderdelen bij de eerste, weet ik niet meer hoeveel je fout mocht hebben. De tweede van de 40 mocht je er maar 5 fout van hebben, dus daar zakte ik op. En daarna heb ik het dus weer opnieuw aangevraagd. Dat duurt ongeveer weer, ik denk een maand totdat je dan weer op kan. Dus ik ging toen weer op en ik slaagde toen weer niet. Dus ik was weer gezakt. Ik vond het gewoon echt heel erg moeilijk om al die regeltjes uit mijn hoofd te kennen. En de laatste keer dacht ik, ik ga gewoon een dagcursus doen. En dan zit je van 7:15 tot 12:30 of 1 uur zit je dan met iedereen in een kamertje. En dan ga je dan gewoon stampen totdat je uiteindelijk weer naar het CBR wordt gebracht. En toen had ik het gehaald en toen had ik ook geen fouten. Dus dat raad ik sowieso aan iedereen aan om dat te doen. En ondertussen ging ik dus door met lessen. En wat ik gewoon heel erg moeilijk vond met lessen was vooral gewoon vooruit denken, zien en doen. Dat is eigenlijk autorijden. Maar ik vond het best wel moeilijk, want ik moest alles in de gaten houden en autorijden. En dat kost me heel veel energie, dus ik vond dat best wel moeilijk om te doen. Dus uiteindelijk ging ik voor de eerste keer op. Voor de eerste keer opgaan vond ik dood en doodeng. En vooral de dag daarvoor was ik super zenuwachtig. Want dat is toch echt wel een moment in je leven dat je het iets gewoon zo graag wilt. Ik had alles klaar liggen. Mijn begeleiderspas had ik al, aangezien ik 17 ben. Dus ik moet nog met mijn ouders rijden. Dus 's ochtends vroeg ging ik daar naartoe. Ik had wel heel veel geluk dat het vakantie was. Dus dat het heel erg rustig was op de weg. Dus toen ging ik een stukje rijden met mijn examinator. En mijn rijinstructeur zat toen achterin, wat ik achteraf eigenlijk niet zo erg fijn vond. Aangezien je constant als je in de spiegels kijkt, dan zie je rijinstructeur. En dat leverde een beetje extra stress op, geen idee waarom. Maar ik reed gewoon te rustig en ik reed niet goed door, dus daardoor zakte ik. Wat best wel jammer was, want er zat een hele vakantie tussen, dus daarin kon ik niet afrijden. Dus ik moest de hele zomervakantie wachten totdat ik weer een keer op kon. En uiteindelijk heb ik dus na die 30 lessen nog 5 lessen extra gedaan. Dus in totaal heb ik 35 lessen gedaan. En daarna ben ik weer op geweest. De dag daarvoor was ik nu niet zo heel erg zenuwachtig. Sowieso die week daarvoor was ik niet zo heel erg zenuwachtig. Dat viel er echt best wel mee. En de dag daarvoor eigenlijk ook niet. En de dag daarna moest ik op. Weer heel erg vroeg. Maar nu waren de scholen er al op begonnen. En dat vond ik best wel heftig. Want ik moest ook precies op een tijd dat alle kindjes weer naar school moesten. Dus dat was extra spannend, vond ik. Maar ik had gewoon heel netjes gereden. En toen was ik geslaagd. Dus uiteindelijk was het bij mij niet heel erg vervelend gelopen of zo. Het ging best wel snel, behalve omdat de hele zomervakantie ertussen zat. Was gewoon redelijk vervelend. En ook dus die eerste keer gezakt was en 2 keer was gezakt voor mijn theorie. Maar mensen, uiteindelijk komt het allemaal wel goed.
Ik heb ook nog een paar dingen waar je misschien op kunt letten als je gaat beginnen met lessen. En dat is sowieso nummer 1, of je er genoeg tijd voor hebt. Want uiteindelijk, toen ik op het mbo zat, had ik echt best wel weinig tijd en kon ik maar heel kort lessen. En 2, je moet het geld voor hebben. Dat is sowieso waar, want het is echt, het kost heel erg veel. Dus daar moet je echt op letten. En als je zakt, dan moet je weer opnieuw. Dus daar moet je ook op letten. En probeer juist zoveel mogelijk tijd erin te steken. Als je zeg maar aan het rijden bent, zorg dan dat je niet bij iemand zit die dan bijvoorbeeld een half uurtje lest of een uurtje. Maar dat je in ieder geval 1,5 uur tot 2 uur lest. Want dat is dan wel voldoende tijd. Dan kan je gewoon genoeg leren. En het gewoon de hele tijd herhalen als je het nog steeds niet snapt. En neem er dus gewoon rustig de tijd voor. Want als je het eng vindt, dan moet je sowieso gewoon rust nemen. En als je het eng vindt, dan ga je anders echt niet slagen als je de rust er niet voor neemt en de tijd ervoor neemt. Dus dat zijn sowieso wat tips. Nou, dat was eigenlijk mijn story over mijn rijlessen. Ik weet dat het niet heel erg interessant was, maar ik dacht, er waren heel veel mensen van jullie die heel graag wilden weten hoe het bij mij was verlopen. Dus hierbij mijn story. Dus dat was mijn story over mijn rijlessen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat hieronder even achter of jullie misschien ook al zijn begonnen aan rijlessen, want daar ben ik heel erg benieuwd naar. En abonneer zeker op mijn kanaal als jullie dit leuk vonden om te zien en meer van mij willen zien. En dan zie ik jullie gauw weer. Doei doei!